Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Liam en Jordi naar schooltje gebracht. Sammy zit daar lekker op de bank. Hij is lekker zijn fruit aan het eten. Ik heb boodschapjes gedaan voor vandaag. En ja, ik heb van alles gedaan al. Kom jij hier aan nou met je rode shirt? Oh, boom. Doe maar happen. Is schoon. Wat? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Dus dat. Spookje rent hier rond. Hey, tippie, tippie. Ga lekker binnen kijken, jongen. Je kan die gewoon nog opeten, hoor. Er zit geen haar aan. Hier, doe maar happen. Hij is rood fruit aan het eten. Daar zie je niks van. Lekker, hè? Dan gebeurt dat wel eens. Het is niet erg. Sula vindt hem niet mooi meer. Dus ja. Misschien is hij gewoon nog niet. Hier is hij van Jordi. Ik was de fles van Jordi aan het zoeken. Die had Liam dus blijkbaar in de poppenwagen gelegd. Ja, ik heb hier een poppenwagen. Daar heeft mijn pop vroeger in gezeten. En Liam vindt hij leuk om Boomba in te voeren. Dus hey, succes jongen, veel plezier. Dus ja, dat. Hey! Hallo. Nou ben ik ook vies. Dan kan ik eens gewoon een shirt aan gaan trekken. Maar goed. Ga ik de was doen. Vaatwasser gaan zetten. Dat soort dingen allemaal. Dat moet ook allemaal gebeuren. Dus ja, maar ik heb nu wel even rust. Want boven heb ik natuurlijk al gepoetst. En Liam is naar school. Dus ja, dat. We zitten in de auto. En we gaan Liam ophalen. Ik had geen zin om te lopen. Normaal loop ik altijd, maar daar heb ik nou geen zin in. Dus Sam heeft een lekker broodje. En ook een knuffeltje. En dan gaan we zo Liam ophalen. Maar ik ga Sam even lekker een filmpje geven. Zodat hij even lekker ondertussen een filmpje kan kijken. En dat ik kan wachten op Liam. Sam ligt op bed. Liam ligt daar. Lekker broodje te eten. Ik heb nog steeds zelf shirt aan. Zo geen zin in gehad om iets anders aan te doen. Ik heb een broodje kip samba. En ik ga even lekker eten. We zijn weer thuis gekomen. We hebben deze grote vent opgehaald. Deze grote vent is slaapgevallen. En deze grote vent is lekker aan het spelen. Met ja, nog steeds een aardbeien t-shirt aan. En laat ik ook gewoon aan. Want hè, het kind mag rommelen, mag rotzooien. En als dit t-shirt niet meer schoon wordt, dan gaat hij gewoon weg. Tot. Dus ja, dat is hoe het nou zit. Ik ga heel even drinken voor mezelf maken. En dan denk ik vast aan het eten beginnen en luiers doen enzovoorts. Een hele goede morgen. Liam was al 6:15 op. En 6:30 was de rest op. Niels die is uit bed gegaan en heeft mij laten liggen. Hij weet dat als hij me wakker maakt, dat ik gewoon mee help. Maar hij heeft me laten liggen tot 7:00 ongeveer. En hij heeft ervoor gezorgd dat Liam, die ligt daar ergens, Sam, zo goed als aangekleed zijn. Dus ik hoef alleen daar nog maar even luiers te controleren en de haren te doen. Jordi is half aangekleed, maar het heeft geen nut om nou zijn luier te doen. Want in verband met de botox. Joef! Nee. Die wou het broodje van Liam grappen. Dus, ja, nee, ze mag gewoon op haar eigen plaats zitten. Ik moet dit even oplossen. Zo, dat is opgelost. Hi. Dus die heeft ervoor gezorgd dat, dat ik niet zoveel werk heb. Dat het wat rustiger voor me is. Jee. Super blij mee dat hij dat heeft gedaan. Want dat scheelt mij gewoon even jouw werk. 'S morgens. Jordi gaat ook vandaag voor het eerst zwemmen. Want door oorontstekingen en door de buikpijn, et cetera, is hij daar gewoon nog niet mee gestart. En in samenspraak met school en de chirurg, et cetera,
hebben we besloten dat hij vandaag voor het eerst mag zwemmen. Dus ik heb alles geregeld. Ik heb een speciale zwembroek, ik heb zwemluiers, ik heb alles geregeld. Dus dan gaat hij vandaag voor het eerst doen, dus ik ben benieuwd. Hij is normaal niet zo'n zwembadkind, zeg maar. Hij houdt er niet zo van. Dus Liam, nee. Move. Leg terug. Ja, goed zo. Goed gedaan. Doe jij je broodje verder eten? Ja, we hebben dit allemaal in samenspraak met school gedaan en iedereen die erbij hoort. Dus hij gaat vandaag voor het eerst zwemmen. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt, maar hij is niet zo'n zwemkind. Dus ze weten er ook al van op school. Dus ze gaan het rustig aanpakken. En toen waren we alweer thuis. Hé Sam, we zijn naar de winkel geweest. Vandaag eten we frietjes. Niels is altijd op... zeg je hi tegen iedereen? Niels is altijd op maandag, dinsdag en donderdag laat thuis. En dat maakt het gewoon met kindjes alleen eten wat lastiger. Dus hij zei van, we eten vandaag gewoon frietjes, zegt hij. Is makkelijker voor jou. En dan woensdag, donderdag en vrijdag ben ik er gewoon bij met eten. Dus prima. Het is namelijk zo dat Jordi eet eigenlijk altijd wel alles. Sam die eet ook altijd wel enigszins. Maar Liam die doet altijd sterrenschoppen. En in sterrenschoppen bedoel ik, als hij iets niet lekker vindt, schuift zijn bord aan de kant. Hij wil niet proeven, hij wil niks niet. En op het moment dat Niels en ik samen zijn, dan kan Niels bijvoorbeeld Jordi en Sam meenemen. En of zeg maar meenemen, aan tafel begeleiden. En dan pak ik meestal Liam, zodat hij toch iets fatsoenlijk kan eten. Vandaag. Maar Liam is wel wat een boer niet kent, vreet hij niet. En ook al heeft hij het al 20.000 keer gezien, dat is Liam. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Sam die heeft iets nieuws. Al een paar dagen. Die gaat hier opstaan. En dan klimt hij over de bank heen. En dan zegt hij, zo, nou ben ik er weer. Ja, en dan ga ik het weer opnieuw doen. Gezellig. Wil je de keuken zetten? Doe maar in de keuken zetten. Doe maar neerzetten. Goed zo. Ja, zet maar neer. Goed zo. Yay! Goed gedaan. Hij doet het. Ik heb Liam dat geleerd een tijd terug. Een hele tijd terug. En hij wil dat ook iedere keer doen. Dus, hey, alleen maar mooi als je je eigen rotzooi opruimt. Toch? Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Kijk uit voor je voeten. Echt waar? Ja, was leuk op het puntje. Ja. Ondertussen zijn we alweer thuis. Ik heb een broodje in de oven zitten. Zodat ik die dadelijk kan eten. Liam heeft een tentje. Die had even nodig om binnen zichzelf te zitten. Sammy ligt op bed. Om 2 uur. Dat is over. Maar een goed uur moeten we Jordi alweer ophalen. Dus ja. Oh, mijn wasmachine is klaar. Moment. Ik zet namelijk momenteel de droger en de wasmachine aan. Omdat ze hiernaast aan het verbouwen zijn. En dat is niet erg. Maar dan als ze timmergeluiden enzovoorts maken. Het zijn gehoorige huizen. Dan wordt Sam niet 1, 2, 3 wakker. Dus daar is over nagedacht. We zijn weer thuis. Jordi ligt te drinken. Sam is daar. En Liam slaapt. Dus dat is lekker. Ik heb wel iets heel leuks voor jullie. Dit is de foto. Ik heb natuurlijk een hartje over het hoofd van de juf geplakt. Want dat is gewoon privé. Maar dit is de foto die Jordi... Wat van Jordi gemaakt is toen hij zwom. Hij heeft het super gedaan. En hij heeft het heel erg naar zijn zin gehad. Hij is daarna ook heel erg ontspannen geweest.
heeft gepoept als een kampioen. Dus dat is alleen maar goed. Dus daar ben ik blij mee. Een tijdje terug zei ik tegen Niels. Ik baalde eigenlijk van dat ik geen zomerjas heb. Heb ik echt al jaren niet gehad. Dus wat heb ik gedaan? In opdracht van Niels bij de Bonprix heb ik een zomerjas besteld. Ik dacht, misschien vinden jullie het wel leuk om die samen te unboxen. Ik heb ook een jurkje besteld. Ik heb altijd een zwart jurkje gehad. Maar die is inmiddels gewoon een simpel shirtjurkje heb ik altijd gehad. Maar die was al oud. Dus ik zeg tegen Niels, ja, die is eigenlijk al oud. Ja, zegt hij, dan doe je die weg. En dan koop je een nieuwe. Nou, prima. Laten we even eerst de jas bekijken. Als ik een jas koop, wil ik altijd dat die groter is. Dus ik had hem een maat groter besteld. Dit is maat 46. Ja, 46. Ik had 44 kunnen bestellen, maar ik denk dat die dan te klein was geweest. En ik hou altijd wel van grotere jassen, daar kun je veel meer onder aan. Dus stel dat het wat kouder is, kan ik er toch nog een vest of een trui of wat dan ook onderaan. Oh, hier moet ik wel aan wennen. Maar dat is niet erg. Maar ik vind hem leuk. Er zitten hier nog van die knopen in om taille te geven. Tadaa. Dus ja, ik vind hem leuk. En ik heb zelfs nog uno capuchon erbij. Dus ja. Volgens mij was deze iets van, in ieder geval onder de 40 euro was deze. Vind je mooi? Mama koopt alles voor jullie. En ik heb natuurlijk ook een shirtjurk. Deze heb ik wel groter gepakt, maatje 48-50. En waarom? Omdat ik er gewoon echt van hou dat ze echt wijd vallen. Tada! Ik zal hem ook even aanpassen. Ik heb jullie heel even op een andere plek gezet. Maar dit is de shirtje. Ik heb mijn broek er nog wel onderaan, hoor. Maar die valt tot de knie. En ja, ik hou er gewoon van om dit te hebben. Stel nou dat ik dat wij hier een keer een hele warme dag hebben of wat dan ook, dan heb ik liever zoiets aan. Dat gewoon lekker ruim zit en lekker wijd valt. En ik had die, maar ja. Dus vandaar. Ik ben er blij mee. Oh, en ik zal even kijken wat die gekost heeft. De jas was €37,99 en dit shirtjurkje was €13,99. Dus al met al, ik vond het niet heel duur voor de kwaliteit en de prijs. Ik ben moe. Ja, ja. Hij zit heet mama te roepen. Ik ben al 5 keer boven geweest. Ik ben even gewoon die spullen aan het opruimen.
ga zo flessen afwassen en alles. Niels die is er even aan boord. En ja, Jordi die ligt al in bed, die is er helemaal op. En Sam ligt ook al te slapen. Alleen Liam is nog wakker, dus dat valt nog wel mee. Ik moet heel eventjes brood smeren en dat soort dingen. Liam heeft in principe al weekend. Want woensdag gaat hij nooit naar school, donderdag is het even vaart. En vrijdag zijn ze vrij, zijn ze alle drie vrij. Dus ja, dat. En verder ga ik dingen doen, gewoon huishoudelijke dingen. Dat moet ook gebeuren, toch? Ja, nou dat. Meer heb ik eigenlijk niet te melden. Goedemorgen! Wie hebben we naar school... Hey, hallo. Wie hebben we naar school gebracht? Sam. Sam. En Jordi. Goed zo! Ja? Mama die had nog een auto liggen. En meestal op de woensdag als hij met mij alleen is, krijgt hij iets. Waar dat hij dan lekker mee kan spelen. En hij vindt auto's geweldig. Dus nou hadden we voor een auto gekozen. Hè? Een wapen. Ja, is een mooie auto. Auto. En ja, ik weet dat het een busje is, maar we zijn hem het woord auto aan het leren. Auto. Auto. Goed zo. Ja. En nou ga ik even fruit voor het mannetje maken. En dan, ja. Wil je hem zo graag laten zien? Ben je zo trots op je auto? Auto. Ik heb Sam inmiddels opgehaald. Die ligt ook al in bed. En ik heb eerst salade voor mezelf gemaakt. Dit is gewoon een Caesar salad. Bij de Albert Heijn haal ik die wel eens. Gewoon eens in de zoveel tijd. Ik vind dat lekker. Hij heeft hem nog niet door. Omdat ik iets heb met EI. Want dat vindt hij geweldig. Maar, ja. Ik ga hem niet wijzer maken dan dat hij is op dit moment. Het zonnetje schijnt. Zomeramen. Ik denk dat ik er even iets aan moet doen. 1, 2. Ik kan gewoon toveren. Liam en Sam zijn net gedoucht. Gisteren was Jordi al gedoucht. En die gaan nu het bed in, flesje en bed. Jordi heeft nu zijn fles. En papa gaat je dagje pyjama aandoen en dan ga je lekker slaapje doen. Hè? Grote vent. Je had gisteren al gedoucht, hè? Dus je hoefde vandaag niet. Hè? Nee. Wil je de 5 geven aan Sam? Doe nog eens. Liam. Een hele goede morgen. Het is vandaag hemelvaartsdag. Ja. Niels is thuis, maar die is heel even met iemand hier uit de straat. Er was iets met de auto. Steve is ook een vriend van Niels. Dus die zijn daar samen nou aan het bekokstoven en aan het kijken. Hey, zelf weten, mij niet bellen. Daar waren ze iets van een uurtje mee bezig en dan hem. Nou, oké, prima. Daar liggen lopen twee etters in alleen hun luier. Vinden ze momenteel even lekker. Dus we laten ze lekker eventjes hun ding doen. Liam die wil altijd een shirt en een broek aan. Maakt niet uit wat voor weer het is. Boeit hem echt niet. Hij wil gewoon dat aan. Punt. Dus die loopt nog lekker zo.
Hij had die keuze ook om dat te kunnen hoor, maar dat wou hij niet. En dat is prima. Ik heb al een chicken aangezet. En waarom Niels' collega's... Niels doet één keer in zoveel tijd trakteren en dan maak ik iets. Dus ik zei, zou ik nou pulled chicken maken? Ik zeg, ik heb vlees wat uit de vriezer moet, wat al langer dan 3 maanden erin zit. En voor pulled chicken kan dat gewoon. Dan heb ik het over 3,5 maand of zo, want ik ben er best wel zeikend in. Dus Niels zegt, ja, dat is goed. Dat. Dus ik ben pulled chicken voor hem aan het maken met zijn collega's. Dat had ik ook nog een keer beloofd dat ik dat zou doen. Dus dat hebben we dat gelijk geregeld. Dadelijk ga ik ontbijt maken als Niels klaar is. En dan gaan we lekker samen ontbijten alsof het zondag is. Gezellig. Maar voor nu, de kindjes lekker hun ding laten doen. Liam heeft de boel al helemaal. Hè? En ik heb lekker gewoon een wijde shirtjurk aan. Want hè, ik doe mijn huishouden vandaag en ik doe wat dingetjes vandaag. Niels gaat klussen vandaag. Als ik mij gewoon kleden, kleed mij gewoon. Dus ja, dat. Dat is wat we vandaag een beetje gaan doen. Een beetje dat, zeg maar. We weten het niet. Maar komt goed. Is helemaal prima. Ik ga dus gewoon mijn dingen doen. En dan, Liam die is aan het acrobatieken. Met auto's. Lief zijn voor Sam, hè? Lief zijn, hè? Sam mag met de autootje spelen. Jawel, dat mag. Jawel, dat mag. Nee. Sam mag gewoon met het autootje spelen. Jawel, ga ik even oplossen. Zo, en we hebben de boel weer opgelost. Sam ging uiteindelijk met een iets anders spelen. Dus Liam die heeft nu weer zijn eigen speelgoed. Er is niks aan de hand. Wat is er nou aan de hand? Er is niks aan de hand. Sam was daar helemaal niet meer aan het spelen. Jij kan ook gewoon lief zijn. Niks aan de hand. Sam is hier. Kijk, Sam is daarmee aan het spelen. Maar Sam zat 2 centimeter te dicht bij een autootje. Ja, ik ga verder hier met de bandwixbende en... Was nummer 2 zit er ook alweer in. Ik had de bedden afgehaald. Want ik denk, dan kan ik alle ramen even openzetten. En dan kan er even lucht en dan kan het straks weer allemaal schoon op. Hoef je niet op te vouwen. Slim bedacht, vond ik van mij. Nu ga ik even ontbijt maken. Niels is tegen 10:30 terug. En dan is het ontbijt ongeveer wel klaar. Niels moest nog heel even wat bij de bouwmarkt halen. En die heeft Liam meegenomen. Ik heb natuurlijk de bedden afgehaald. En Sam en Jordi zijn nu beneden heel eventjes lekker relaxed. Dus dat is mooi. Ik loop ook steeds van boven naar beneden nu hoor. Maar ze zijn lekker even relaxed aan het doen. Ik had nog wat was liggen. Dus die ben ik heel even aan het doen. Zodat ik bij ben met mijn was. Want hè... Anders dan loop ik daar zo ver achter met mijn was. Met opvouwen dan, hè. Dat is gewoon niet meer grappig. Dus ben ik dat heel even aan het doen. Zodat dadelijk alles weer klaar is. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn even in ons eigen kokonnetje, papa. Hè? Mwah. Even lekker kriebelen. Hij is eigenlijk heel moe. Maar hij wil niet slapen. Maar hij wil wel even lekker relaxen. Zo. Lekker chillen. Ja, we zijn net even samen naar de winkel geweest. Boodschappen gedaan. En nu zijn we even ook chill. En Liam is niet in de buurt. Dus dat is lekker rustig voor hem. Die is buiten aan het spelen. Die verveelt jou de hele tijd. Nou, mijn pulled chicken, tada, is klaar. Die is nu aan het afkoelen. Die kan morgen met Niels mee naar zijn werk toe. Jullie denken misschien zo'n grote bak. Ja, dat zijn heren die best veel eten. En ze zijn ook met een aantal mannen, toch Niels? Met 7. Ja, dus mannen zijn nou helemaal hongerig. Ik heb alvast de saus gemaakt voor de macaroni van morgen.
En ik heb shepherd's pie gemaakt. Die zit alvast in de oven. Want die eten we straks. Dus ik vind dat ik goed bezig ben. Nu ga ik dadelijk eventjes van alles afdoen. Dat de keuken weer netjes is. Maar eerst ga ik heel eventjes een momentje zitten op mijn kop. Volgens mij is Sam nog wakker. Ja? Ja, volgens mij wel. Die andere twee liggen op apengapen. Ja. Allebei op hun rug, hè? Ja, ze snurken net als papa. Dat is één ding dat zeker is. Ik weet het niet, ik hoor mijn snurken. Vent, je kan boswachter worden. Echt, ik zweer het je. Je hebt elke boom wel gezien en aangeraakt. Ik zweer het je echt. Dat er nog niet een bos hout voor je bed ligt, ik weet het niet hoor. Ik heb vroeger jou wel zo snurken. Ja, dat klopt. Maar toen was ik ook snot verkouden. Dat ontken ik ook niet. Jij ontkent altijd dat je snurkt. Jij werd gewoon wakker van je eigen snurk. Ja, klopt. Jij wordt er niet wakker van. Ik zal het mensen, ik zweer het, als hij een keer snurkt, ik ga het een keer voor jullie filmen. Dan zien jullie geen beeld, maar dan horen jullie het. Hoe hij snurkt. Ik ga het echt een keer doen. Dat is echt niet gezond. En helemaal als ze tegenaan komt liggen. Heeft hij ook wel eens vaker gedaan. Ja, dat ik echt. Ik hoor één kind aan de ene kant snurken. En mijn vent aan de andere kant snurken. Het is niet grappig. Nee, klopt. Want we hebben Sam omgelegd. Dus nou ook twee aan die kant. Dus dat is evenwijdig in principe. Want jullie gaan tegen elkaar op. Ja. Oké. Okay. Ja, dus heb ben je niet benieuwd meer... naar de video. Nou kan ik in ieder geval iets afsluiten, zeg maar, dat ik het niet meer hoor. Ja. Maar over afsluiten gesproken. Ja. Zullen we deze vlog ook gaan afsluiten? Ja, het is wel zover, ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.